Het is echt vreselijk. Hoi en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik mijn kledingkast opruimen. Ik ga mijn kleding uitzoeken, ik ga alles opruimen en reorganiseren. En het is echt één tering bende. Het is echt... Oeh, ja, ik zal het zo even laten zien. Dus vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doe een like. Ik bedoel, doe een duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen. Het is echt vreselijk. Dus... ik zal zo even een before doen en natuurlijk een after. We gaan er gewoon snel doorheen. Ik ga alles uit mijn kast halen en op de grond gooien. En dan ga ik kijken wat ik leuk vind en niet. En ik hoop dat het een beetje weer georganiseerd is. Want dit is echt next level. Hè? Mijn kledingkast heb ik nog nooit zo erg gehad. Het is echt vreselijk. Even een tour. Hier horen al mijn broeken te zitten. Nou, dat zit er niet. Er liggen sokken, truien, broeken, van alles door elkaar. Dus dat moet even weer een plekje. Ik denk dat ik hier trouwens mijn truien straks wil gaan doen. Want ik heb minder broeken en meer truien. Dus ik denk dat ik dat allemaal ga omwisselen. Dit zijn mijn hangers. En ik kan zeggen dat ik dit al niet draag. Nou ja, een paar dingen wel hoor. Maar dit draag ik al niet. Ja, dan ga ik echt streng voor mezelf zijn en dingen uitzoeken. Ik weet niet eens wat daar ligt. Er ligt echt truien, vestjes, tassen. Geen idee, we gaan het zien. Rechtsbovenin heb ik mijn ondergoed. Daar heb ik topjes, hemdjes. Nou ja, benden. Daar mijn truien. Zoals je ziet, een kleine vak voor veel truien. Dat schiet niet op, dus daarom ligt overal trui. Behalve daar. Dit zijn mijn jurken en rokken. Nou, valt niet te zien. En hier mijn sportdingen. En daaronder mijn pyjama's en chill dingen. Maar dat is ook één bende. Zoals je ziet, één grote bende. Dit is echt niet oké. Oké, laten we beginnen met de bovenkant van de kast. Ik gooi alles eruit en gaan we alles langs. Oh, en waarom ik alles eruit gooi, dan kun je gewoon goed zien wat je hebt. Het is echt vreselijk. Oh mijn god. Ik ga er even bij zitten en dan gaan we. Leren broek. Nou, ik heb twee leren broeken en deze draag ik eigenlijk niet echt meer, omdat ik deze heb. Dus ik denk dat ik deze ga verkopen. Ik zal trouwens alle items straks laten zien wat ik weg ga doen. En mocht jij het willen overkopen, ik doe trouwens... wat niet meer te verkopen is, doe ik naar het goede doel. En wat wel te verkopen is, zet ik op mijn Unite Wardrobe. En dat is Floor Delver, maar ik zou het hieronder in de beschrijving even linken, mocht je benieuwd zijn. Ik maak een stapel met houden en niet houden. Oké, dit is zo'n bruine cargo broek. Ik geef het hem nog een kans. En ik was er ook best wel blij mee, maar later pak ik hem niet meer. Maar ik geef hem nog een kans. Deze is helaas te klein geworden. Deze heeft hier zo'n panterstreep. Het is gewoon een zwarte skinny broek, high waist. Heel mooi. Maar bij mij wordt alles een beetje geplet, dus deze ga ik ook weg doen. Deze cargo broek van Chiquelle met dat riempje heb ik ook gedragen. Niet heel veel, dat valt nog mee. Maar hier ben ik eigenlijk wel klaar mee. Dat lompe, het is een beetje een lompe broek. Dit is wat ik allemaal hou en dit gaat allemaal weg. Oké, ik ga nu de topjes doen en dan kan ik gelijk die broeken... in dit vakje doen, want ik denk dat dat wel een goed vakje daarvoor is. Oh ja, dit zijn echt wel een beetje de zomerdingen. Hier zitten ook korte broekjes bij. Dat past denk ik net. De broeken die ik weg doe gaat in een bak naar boven. Dus dat hoeft ook niet in mijn kast. Nou, hiervan hou ik nog alles en dan ga ik in de zomer nog wel een keer doorheen. Ik doe in ieder geval alles wat echt zomer is achterin en ik gooi vast de truien eruit, want ik heb plek nodig. Ja, en de topjes die ik nu nog met uitgaan kan aandoen, doe ik hiervoor.
Deze trui is zo leuk. Hij is van Colorful Rebel. Maar hij is echt te klein geworden. Hij is te strak. En ik vind dat truien liever te groot mogen dan te klein. En deze is echt te klein. Maar deze is dus ook niet meer te krijgen. Maar hij is zo leuk. Dus deze ga ik wegdoen. Zo, deze stapel hou ik. En dit gaat weg. Ik hou van truien. Ja, kan er niks aan doen. Oké, dan maak ik hier een stapel met chill truien en daar gewone truien. Beetje orde. En dit zijn de truien. We gaan verder naar de jurkjes en rokken. Want dat is echt wende. Volgens mij krijg ik bij een nieuwe samenwerking een nieuwe sweater dress opgestuurd. Deze is mij namelijk een beetje te klein geworden. Ik bedoel, hij kan nog wel, maar als ik een riempje of zo erom wil doen, dan is die eigenlijk te klein. Dus ik denk dat ik deze sweater dress ga wegdoen. Maar daar wacht ik nog even die andere jurk van af. Mocht die wel binnenkomen, dan doe ik deze weg. Dus voor nu hou ik hem nog even. Deze twijfel ik tussen, want deze heb ik nieuw gekregen. Maar hij is best wel aan de korte kant bij mij. En ik vind of het moet kort of het moet wat langer. En niet zeg maar net ertussenin dat het net over je knie valt. Dat vind ik gewoon niet zo mooi persoonlijk. Dus ik denk dat ik deze weg ga doen. Nou ja, die twee hou ik. Dit is wat ik nu nog kan dragen. Dit is wel een beetje voor de zomer. En dit is echt hoogzomer, dus dit hou ik ook. Dit is wat ik wegdoe. Maar dat kan dus bij de rest. Dit is wat ik wegdoe. Ik had een systeem met in dit bakje al mijn sport-BH's. En de rest erachter. Maar dat werkt voor geen meter. Ook vullingen, altijd leuk. Dit setje ga ik wegdoen. Die heb ik van Prozis. Maar ik merk toch dat ik echt mijn favorieten met sportkleding heb. Dus kan ik beter iemand anders er blij mee maken. Nou, deze ga ik houden. Deze is Adidas sportshirt, maar hij mag wel even gestreken worden. Mijn sport-BH's hou ik sowieso allemaal. En mijn favoriet van de Hema. Top. Ik ga even nog een bak ophalen. Ik hoop dat ik die nog heb. Ik hoop dat ik precies zo'n een nog heb. Want volgens mij passen er twee achter elkaar. Dat is echt fijn, want ik kun je gewoon die bak naar voren trekken. Dus ik ga even zoeken. Nou, ik denk dat ik iets gevonden heb. Nou, ik weet niet hoe lang dit blijft stand houden. Maar goed, de deksel past er niet op. Of wel? Pas niet. Yay! Oké, ik heb maar twee sportleggingen. Hè? De andere zit in de was. Dit roel ik op en doe ik hem maar naast. Want geen ruimte. Nou. Dat is top. En dan doe ik nog even snel mijn pyjama's. Nou ja, pyjama's. Ik draag alleen shirtjes en random broekjes door elkaar. Ik heb niet echt pyjama's. Dan is het nu tijd voor de hangers. En hier ga ik niet alles van op de grond gooien. Ik ga gewoon eruit halen wat ik niet meer draag. En ik denk op kleur of op categorie er weer in doen. Meest gestelde vraag ooit. Waar komt jouw blouseje vandaan? Zara. Hij is nu binnenstebuiten, maar...
Nou, dan komen we weer aan bij het laatste gedeelte. En dat is alles wat hieronder ligt. Hierin zitten mijn bikinis. Nou ja, daar ga ik nu niet in kijken. Ik heb hier een tas. Nou, helemaal leuk. Broekje, pyjama broekje. Die hoort hier allemaal niet. Make-up tasjes. Een sporttas. Zit hier nog meer in? Holy shit. Lekker vol. Sokken. Panties. Leeg. Ja. Hierin zitten. Chillsetjes. Riemen. Tassen. Zo. En dit is het eindresultaat. Ik heb hier alles wat ik moet hangen. Waarbij hier de kleurdingen. Trouwens, kijk even hoeveel hangers ik over heb. Ja, en dan gaat het dus van op kleur. Dus dat heb ik hier. Hieronder heb ik de dozen met prut. Hier wat sokken en mijn sporttas en daar ook wat meuk. Hier mijn truien. Mooi opgeruimd is dit. Ondergoed, broeken, topjes, jurken en rokken, sportkleding en pyjama's. Dit is wat ik allemaal weg doe. Kijk even op mijn United Wardrobe account onder deze video mocht jij interesse hebben. Off the shoulder, een jasje, sportkleding, een rok. Wat rokken, jurkjes, t-shirt dress, truien, bodies, broeken, een pak, nog meer broeken. Dus kijk zeker als jij benieuwd bent naar een van deze items op mijn United Wardrobe. Link in de beschrijving. Dan was dit de video. Ik hoop dat jij hem leuk vindt. Ik doe gauw mijn kast dicht. Opgeruimd. Staat netjes. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. De komende maand, zoals je al wel zag deze week, is er dinsdag en vrijdag een video online. En dit probeer ik ook nog even vast te houden. Dus om 4 uur dinsdag en vrijdag een video. Mocht het niet lukken, gewoon mijn standaard uploaddag. Vrijdag om 4 uur. Dus... doei! Doei.